Goedenavond, het is zondag 24 juli en u kijkt naar het Zeeuwse nieuws van vandaag. Bij een eenzijdig ongeval bij Oude Landen is een 18-jarige man uit het dorp om het leven gekomen. Het ongeluk gebeurde rond 2:15 in de nacht van zaterdag op zondag op de Overzandseweg. De automobilist kwam vanuit Overzanden gereden en verloor mogelijk de controle over het stuur. Politie, brandweer en ambulance kwamen ter plaatse. Ook werd een traumahelikopter uit Rotterdam opgeroepen. De politie doet nog verder onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk. Maandenlang was hij dicht vanwege scheuren die ontdekt waren in de vloer. Maar vandaag ging vuurtoren Noorderhoofd bij Westkapelle weer open voor het publiek. Hier wandelen en fietsen we altijd langs en nu kunnen we een keer naar binnen. Dus vandaar dat we nu hier zijn. En schitterend uitzicht. Ik kreeg een nieuwsletter en daar heb ik gelezen dat, dat het nu open is. Ja, het is zo heerlijk, de wijde view en de meer. En... Het is een heel mooie dag vandaag. Zo, dat was de grond waarom we hebben de tour naar Westkapelle gemaakt. Het is heel mooi om naar over zee te kijken. En je kan, vandaag is het goed helder. Dat valt wel mooi. In de vuurtoren zit een museum van het polderhuis Westkapelle. Zij stellen de toren 2 keer per week open. Heel erg leuk dat we mensen mogen ontvangen op deze markante vuurtoren. Er werd even gevreesd dat de toren langer dicht zou moeten blijven. Er is een onderzoek geweest en dat heeft uitgewezen dat het met de restrictie van 5 personen... dat het geen gevaren oplevert voor de bezoekers. Dus we kunnen allemaal weer naar boven. De bijna 150 jaar oude vuurtoren wordt nog wel verder onderzocht. Eind dit jaar verwacht Rijkswaterstaat een plan van aanpak klaar te hebben voor een opknapbeurt van de toren. Goedemorgen. Goedemorgen. We zijn van de gemeente Sluis. Ja. En we willen graag weten wat onze bezoekers van het strand vinden. Ambtenaren zitten voor een keer niet achter hun bureau, maar trekken erop uit langs de kust in Zeeuws-Vlaanderen. Bij het opstellen van het nieuwe strandbeleid wordt de mening van de bezoekers ook meegenomen. En daarom trekken ze wat tijd uit voor een zogenoemd strandpraatje. We willen dus met de input die we krijgen, willen we ons strandbeleid voor de komende 4 jaar willen we dat opstellen. Dus bijvoorbeeld, wat gaan we doen met de strandregels? Welke voorzieningen moeten we nou hebben op het strand? En daar gaat de gemeenteraad eind van dit jaar mee aan de slag. De eerste positieve reactie kunnen ze al in een zak steken. Ik moet zeggen dat de badhokjes die ik hier aan de zijkant zie, die zien er goed uit. Beter onderhouden dan elders. Dus wat dat betreft denk ik dat dit een prima strand is om te verblijven. Maar er valt ook nog wel wat te verbeteren. Ik zie geen redder staan, dus misschien een redder. Voor de veiligheid van de kinderen en zo. Als bedankje krijgen de ondervraagden een strandbal of zonnebrand mee. En als er behoefte is aan een faciliteit die geld kost, dan zal de gemeenteraad kijken of hier budget voor beschikbaar is. Heerlijk genieten van klassieke muziek. Voor de 50ste keer op rij vinden de Manhuistuinconcerten in Goes plaats. Het is inmiddels een begrip geworden in de Zeeuwse blaaswereld. Natuurlijk is het een belangrijk gezicht voor Goes. Dus zondagse concerten vanaf 1 mei tot en met eind september. Dus het is heel belangrijk voor de cultuur, voor eigenlijk Goes, de Goesse verenigingen en ook daarbuiten. Daarnaast heeft het ook een sociale rol, omdat het eigenlijk heel veel mensen trekt. Ook bijvoorbeeld ouderen, die hier zo ook de sociale ontmoeting vinden door muziek. Het eerste concert trok 1 bezoeker, een dronkaard, die tegen een boom zijn roes zat uit te slapen. Dat is nu wel anders. Het is wel gegroeid in de totaliteit en er komt steeds meer publiek. En dat is allemaal op prijs gesteld natuurlijk. Maar in het begin was het natuurlijk rond 10, 20 man. Om de duur komen er een paar honderd nu. De organisatie hoopt het publiek wel wat te verjongen, zodat ze op kunnen naar de volgende 50 jaar. Het Zeeuwse poloseizoen is vandaag met de OM Polo Cup in Aagtekerken officieel van start gegaan. Honderden toeschouwers zagen hoe polospelers en hun paarden er samen een spektakel van maakten. Het ziet er gezellig uit. Heel veel jonge mensen. Maar dat is van een studentenvereniging, begreep ik, uit Tilburg. En
Wij zijn hier gewoon even een beetje aan het kijken en het sfeertje proeven. Vooral als de paarden vlak voor langs rennen, besef je eigenlijk wel eens hoe intensief de sport is en hoe het spel zeg maar werkt. En dat is gewoon grappig om te zien dat ze ja, eigenlijk met dier en mens, zeg maar, die combinatie, hoe dat... Hoe zichzelf dat afspeelt. Dat vind ik gewoon bijzonder te zien. Zoals wij polospelers graag willen zeggen, is polo hockey op een paard, maar dan net wat met een tikkie rugby. Want je mag elkaar ook duwen. Zodra je de bal hebt en je een run maakt met 50 kilometer per uur van dat veld af dendert. En dan ook nog natuurlijk scoort voor je team. Dat lijkt me wel het mooiste aspect. Af en toe denk ik wel eens van nou, die paarden moeten ook niet zo'n balletje op hun kop krijgen. Maar het ziet er wel heel leuk uit. Staat het toch een beetje te boeken als een elitaire sport, polo? Is dat in jouw ogen terecht? Het chique beeld van polo, dat wordt soms wel eens uitgedragen bij andere toernooien. Maar dat is maar wat je wil. En zoals je het hier, de opstelling, ziet, nou is het vrij normaal. Volgend weekend staat de Domburg Polo Trophy op het programma. We hadden vanochtend in eerste instantie nog vrij veel wolkenvelden, maar in de loop van de dag klaarde het flink op, hadden we een warm weertype en kwamen de maximumtemperaturen te liggen tussen 27 tot lokaal 30 graden. Vanavond is het nog lang zwoel zomerweer en vannacht zijn er flinke opklaringen met minimumtemperaturen tussen 16 en 19 graden. En morgen is er meer bewolking, alhoewel de zon zich soms ook even laat zien, hebben we daarnaast ook te maken met een paar buien en temperaturen tussen 23 en 25 graden. De wind is een stukje sterker, die wordt morgen vrij krachtig en komt uit een westelijke richting. De komende dagen zullen we ook temperaturen hebben rond hetzelfde niveau, rond 20 à 21 graden. En op dinsdag zijn er af en toe nog een paar buien, maar vanaf woensdag kunnen we overwegend droog weer verwachten. En tot zover. Geniet nog van uw avond en graag tot morgen.